Bergman Matchy, wat brengt 2017 ons? Hopelijk een schakeljaar, hè, na een afschuwelijk heftig jaar waar ik met plezier politiek afscheid van neem, 2016. Hebben we echt wel nood aan meer perspectief, echt wel nood aan beter, echt ook nood aan een ander taalgebruik, want daar begint toch heel veel mee. Ik heb eigenlijk nog nooit een jaar meegemaakt zoals deze, waarin dat gewone burgers me komen aanspreken over de hardheid van het discours, niet alleen in het parlement, maar gewoon de omgang binnen de regering. Ja. Ik denk dat iedereen de term kibbelkabinet nu wel lichtelijk voorbijgestreefd gaat vinden. Ja. Nee, het is echt puur populisme, demagogie en tackelen om te tackelen. Maar moeten we dan pessimistisch worden? Wel, ik denk, daarom dat ik ook zeg, 2017 moet een schakeljaar worden. Ik hoor steeds meer en meer mensen, hè, van mijn, letterlijk van mijn buurvrouw tot als ik in het station sta te wachten op de trein, die eigenlijk zeggen dat ze zich daar niet in kunnen vinden. Dat is niet het Vlaanderen dat ik ken, dat ik ook hoor, dat ik ook zie. Hè, als ik aan het wachten ben op mijn trein, zijn heel veel mensen die daar hele grote moeite mee hebben, die zich afvragen welke invloed dat ook heeft op hun kinderen, dat soort taalgebruik, omdat zij hen leren dat je net respectvol met iedereen moet omgaan en ze het tegenovergestelde zien bij degene die toch wel rolmodel zouden moeten zijn in de samenleving en niet alleen op social media, maar op de bühne, in het parlement, in de studio's, in reacties, in journaals en die zich toch wel ernstig afvragen als je op die manier met elkaar kunt omgaan, hoe je dan deftig beleid gaat voeren bijvoorbeeld. En de resultaten zijn er ook naar, het begrotingsgat is nog nooit zo groot geweest, maar het ergste is dat het een gevoel van vertrouwen in de politiek perspectief wegneemt. En dat heel veel mensen zich daar niet in herkennen en terecht niet in herkennen. En ik denk dat 2017 wat dat betreft echt een jaar moet worden waarin dat taalgebruik terug normaal wordt, waarin dat we niet op die brute manier met elkaar omgaan, omdat dat ook wel een stuk fundament is hoe je je samenleving opbouwt, hoe je met elkaar respectvol van mening kunt verschillen. Als we dat niet hervinden, dat evenwicht, ja, dan zal de polarisering enkel groter worden. Dus je zegt eigenlijk van, ik wil een hoffelijker 2017. Ik wil op zijn minst een hoffelijker 2017. Ik wil een menselijker 2017. Een 2017 dat in beleid rekening houdt met de impact op gewone mensen en niet alleen maar met vooropgestelde cijfertjes die dan achteraf gemanipuleerd blijken te zijn voor de zoveelste keer omwille van politieke spelletjes. Ja. En die menselijkheid die je zoekt. Die je zoekt in het taalgebruik, die je zoekt in het soort beslissingen dat men neemt. En die is zoek in de omgang binnen de parlementen met elkaar. En dat straalt ook af op het soort beleid. Hè. Je hebt een ruzie in de meerderheid die vechtend over straat rolt, die elkaar niks gunt. Maar als gevolg dat je ook geen beslissingen neemt die goed zijn voor een bredere samenleving. En ik ben er echt van overtuigd dat als je begint met op zijn minst al terug dat taalgebruik verbindend te maken, dat je dan ook veel verder zult springen wat oplossing betreft. Kijk, andere partijen zijn altijd op zoek naar de zondebok. Hè? En of het nu in het parlement is of daarbuiten bij bevolkingsgroepen, hè, tegen de Sossen, tegen de Walen, tegen de moslims, wij zijn op zoek naar oplossingen. En ik denk dat in 2017 dat de richting is die we uit moeten gaan om de samenleving terug perspectief te geven. Terug dat verbinden. Let's connect. Niet via social media, maar letterlijk met elkaar en ook in de manier waarop we met elkaar omgaan. Je laat die term social media twee keer vallen. Is dat dan een negatieve evolutie of iets dat ontspoord is? Of hoe nee, je ziet dat daar toch wel een patroon in zit als je gaat kijken welke tweets we hebben mogen lezen afgelopen jaar van toch wel hooggeplaatste N-VA-mandatarissen. Die spreken over tenten, over mensen als tenten. Hè, als het dan ging over burkini, die een foto nemen met een mestkar, hè, als reactie op iemand anders zijn tweet. Dat was Louis Ide, als ik me niet vergis, die in een reactie, in een Twittergesprek, dan maar een foto trekt van een kruiwagen vol mest. Hè. Mm-hmm. En dat dan als reactie de wereld inzendt. Theo Franken die vluchtelingenwerk de ondergang van onze samenleving noemt. Dat soort taalgebruik, dat helpt ons geen stap verder. Zeker omdat het dan ook nog eens voorbeeldfiguren zijn die dat de wereld insturen en anderen daarmee op een negatieve manier inspireren. Het is echt toogpraat geworden, maar die verkocht wordt door mensen met een zeer verantwoordelijke functie. En dat is het meest verontrustende eraan. En dus kan je niet zomaar zeggen, ja, dat is maar social media, dat laat een indruk. Nee, natuurlijk niet, maar de man die waarschijnlijk dit jaar het meeste toogpraat verkocht heeft ever,
is president geworden van de Verenigde Staten. Ja, en dat moet dus ons dat allemaal... dat model wint. En dat moet ons allemaal verontrusten. De vraag of dat model wint, het heeft natuurlijk ook helaas veel te maken met het verkiezingsmodel van de Verenigde Staten. En zijn uitdager heeft uiteindelijk bijna 3 miljoen stemmen meer gehad, maar daar koop je niks voor. Het feit is dat het sowieso verschrikkelijk succesvol was en is. In die mate dat hij president is kunnen worden. In die mate dat het lichtpunt in Europa, de verkiezingen, presidentsverkiezingen in Oostenrijk, dat we daar hebben gezien dat het extreemrechts was tegen een groene kandidaat. De groene kandidaat heeft gewonnen, maar dat neemt niet weg dat je toch als democraat ernstig verontrust moet zijn door dat spook dat door onze wereld waart, dat spook dat ook door Europa waard, ook bij de Brexit, van de post-truth politics, waarbij populisme demagogie geworden is. Waar je de waarheid geweld aan doet om toch maar een framing te kunnen neerzetten waar mensen die op zoek zijn naar perspectief op korte termijn meegenomen kunnen worden, totdat ze merken, daar vind ik toch ook niet de antwoorden op de vragen waar ik mee zit. Het feit dat ik zeer moeilijk een job vind of plaats voor mijn kind die op een wachtlijst staat. En dus is het aan ons om daar een tegendiscours tegen te zetten. De traditionele partijen hebben die onvrede veel te lang laten bestaan. Zij hebben daar veel te lang niet naar omgekeken. Met als gevolg dat zij zich in de veilige haven van het rechtspopulisme nu wenden. En heb jij het gevoel dat je bij Groen dat wel gedaan hebt? Dat jullie wel geluisterd hebben? Wel, het is wel heel duidelijk zo dat we het afgelopen jaar verschillende keren met heel concrete voorstellen zijn naar voren gekomen. We hebben ons daar ook kwetsbaar mee gemaakt, maar het loont. Ik hoor van zeer veel mensen dat zij het refterplan, de refterrevolutie hebben we het genoemd, voor gezonde voeding op school, dat ze dat een prachtig idee vonden. We zijn daar ook heel breed mee kunnen gaan. We hebben daar een mooie campagne rond gedaan. Werkbaar werk. Daarmee zijn we op bezoek geweest op het kabinet van Chris Peeters. Ons plan C om de circulaire economie eindelijk een boost te geven, wordt nu overal overgenomen als zijnde een voorbeeld van op welke manier je aan politiek kan doen. Dat zijn beleidsvoorstellen. Mm-hmm. Maar je had het ook wel over van wat leeft er in de samenleving, dat jullie dat op een of andere manier beter aanvoelen dan anderen. Wel, wat dat betreft is het denk ik heel duidelijk om echt te benoemen. Ja, die frustraties die zijn er. Ja. Van daaruit ook antwoorden te gaan geven. Het is heel gemakkelijk om angst op te kloppen, om haat op te kloppen. Het is veel moeilijker om daar een antwoord op te geven dat constructief opbouwend is naar de toekomst toe. Hè. Ja. Het gemakkelijkste wat er is mensen in die angst gevangen houden en op korte termijn schotten in uw samenleving opbouwen. Wat we nodig hebben zijn mensen die die schotten wegnemen en terug gaan verbinden. Dat is een veel moeilijkere taak. Maar dat is wel de taak die ik mij als voorzitter met een geweldig team van parlementsleden, u kent ze ook allemaal, op mij heb genomen. En dat loont. Dat loont echt. Ik krijg elke dag in mails heel veel mensen die niet alleen het discours beu zijn, maar ook het gebrek aan perspectief. En dus dat is de oefening die we doen. We maken ons daar als politieke partij kwetsbaar mee, maar ik denk dat het moet. Het is onze verdomde plicht als democraten vandaag om dat perspectief te brengen tegenover een regering die helaas, of regeringen, die helaas vandaag alleen nog maar de verdiensten hebben, bij wijze van spreken, dat ze nog bestaan. Hè. Voor de rest komt daar niets uit. Hè. En premier Michel, als de orkestleider van dienst, van harmonie is absoluut geen sprake. Het is een cacophonie, maar hij blijft maar voortdoen en orkestleider zijn alsof er niets aan de hand is. De uitdagingen van vandaag zijn immens. Die verdienen een antwoord. Dat is het antwoord dat wij proberen bieden. Valt de regering in 2017? De regering zal vallen als N-VA wil dat ze valt. Daar ben ik echt van overtuigd, omdat op dit moment, en het was overduidelijk met de aanwezigheid ook van Bart De Wever op de crisisvergadering bij Jan Bon, we hebben het ook al eerder gezegd, de vele functies die de man in zich verenigt, maken hem eigenlijk tot keizer in eigen land. Ja? Ja, maar op een bepaald moment worden grenzen overschreden. Ofwel neem je de verantwoordelijkheid om premier te zijn, en dan is het ook logisch dat die premier bij zo'n vergadering aanwezig is. Ofwel zeg je, ik blijf burgemeester van Antwerpen en voorzitter van een partij, maar dan hoor je ook niet op dat soort crisisvergadering. Dat zijn de regels van het democratische spel. En je kan daar lacher over doen. En zoals hem... Nee, ik wil even mijn redenering afmaken. Ja. Ik kan daarover zeggen, waarover gaat het? Dit gaat over de manier waarop een democratie georganiseerd wordt. Er is een reden waarom die zo georganiseerd is. Om machtsmisbruik en om andere calamiteiten te voorkomen. Als je graag die verantwoordelijkheid wil opnemen, hij mocht perfect premier worden. Hij wou het niet. Wie had daar aan tafel moeten zitten? Charles Michel. Maar hij zat er niet. En dat is veelzeggend. Oh. Dat is echt veelzeggend. Ik denk dat de waarheid toch een klein beetje geweld. En dan is een van zijn coalitiepartners, MR, heeft heel expliciet gezegd, wij vormen geen coalitie met N-VA als die de premier leveren.
Dat was een veto, dus ik weet niet of hij premier had kunnen worden. Maar het punt, los van het feit dat het hem misschien wel goed uitkwam, dat hij het ook niet wilde worden. Ja, voilà. Maar, en ik denk, wat dat betreft, maar je kan het niet helemaal in zijn bak leggen, denk ik dan. Nee, maar wat dat betreft, hij is de voorzitter van de grootste partij in Vlaanderen. Het gaat mij over hoe hij zich gedraagt vanaf het moment dat daar een regering is samengesteld. En vanaf dat moment is hij eigenlijk de schoonmoeder daarvan geworden. De VLD zegt A, de CD&V zegt B en N-VA zegt nee, het is C. En dat is wat de marsrichting van de regering is. Dat blijkt elke keer opnieuw. Hè. Mm-hmm. Elke keer opnieuw. Als Charles Michel... Dus het is een pure N-VA-regering. Het is een regering waar de N-VA effectief beslist welke richting er wordt uitgegaan. En dat blijkt zeer duidelijk op het vlak van eerlijke fiscaliteit bijvoorbeeld. Hè, waar niks gebougeerd kan worden. Waar de N-VA met de liberalen elkaar ook echt vinden, hè, om het hand boven het hoofd te houden van die multinationals die geweldige optimalisatie van hun belastingen kunnen doen, terwijl gewone KMO's daar elke dag staan te vroeten. Die eerlijke fiscaliteit die ervoor zorgt dat in Vlaanderen die energiefactuur nu weer al gaat stijgen voor gewone gezinnen, voor KMO's. En het is dat soort beslissingen, dat soort lijnen die uitgezet worden op de kabinetten van de N-VA, op het partijbureau van N-VA, maar als er dan een crisis is, waarbij er regels en afspraken zijn wie er aanwezig kan zijn op welke vergaderingen. En daar is iemand die misschien partijvoorzitter is, maar die niet de officiële functie van minister of van premier heeft, die daar rond tafel komt zitten. Ja, dat klopt gewoon niet. Dat kan gewoon niet. Dat zijn een aantal democratische grendels, hè, of een aantal grendels op democratische besluitvorming, die dan gewoon worden opgeheven omdat men de grootste is. Op die manier doen we toch in ons land niet aan politiek. Is jouw ambitie dan voor 17 van daar nog feller op toezien? Dat die, onder andere de Wever, dat hij zich niet alles permitteert? Mijn ambitie voor 2017 is zeer duidelijk. Een menselijker, eerlijker, gezonder beleid. En daar de alternatieven voor op tafel blijven leggen. Ja. En heel duidelijk maken dat het taalgebruik, hè, in combinatie met het respecteren van de democratische regels, hè, dat voor ons, dat daarop niet kan afgedongen worden. En dat wij ons dus zullen blijven verzetten tegen polarisering en blijven verzetten tegen het verglijden van, ja, democratische spelregels. Hè, over het noemen van recht, over het wereldvreemd noemen van rechters en daar een hele hetze tegen beginnen. Dat het vertrouwen in het gerechtelijk systeem onderuit haalt. Dat uw scheiding der machten eigenlijk voor een groot stuk onderuit haalt als grote partij. Tot en met de manier waarop je over andere bevolkingsgroepen praat, over mensen in uw samenleving praat. En dat zijn de zaken die ik echt met mijn partij wil veranderen en waar ik ook echt verandering in wil brengen. Het lijkt wel alsof dat jullie meest van alle partijen de antipode van N-VA willen zijn. Maar wij willen niet de antipode van eender wie zijn. Ik merk dat er andere partijen vaak een antipode nodig hebben om iets te kunnen zijn. Ja. Ik zeg u opnieuw dat wij als Groene Partij een heel duidelijk gedachtegoed hebben. Dat wij zeggen wij willen een menselijkere samenleving qua taalgebruik, qua politieke antwoorden, qua beleid. Wij willen rekening houden met de opwarming. Niet alleen de mentale opwarming in de manier waarop we met elkaar omgaan, maar ook gewoon de opwarming van ons klimaat. Het is nu het moment. We moeten daar heel ambitieus in zijn. Dus een gezondere samenleving. En eerlijkere fiscaliteit, daar duwen wij op politiek gezien. Maar dat neemt niet weg dat wij in ons verhaal zeggen, nee, wij willen niet die partij zijn, zoals ik daarnet heb gezegd, die elke keer een zondebok nodig heeft om iets te kunnen zijn. Ja. Wij hebben ons eigen verhaal. En we brengen vanuit dat eigen verhaal perspectief en oplossingen. En daarmee willen wij naar de kiezer stappen, omdat ik ook echt wel geloof in een positieve identiteit. Wat mensen vandaag te horen krijgen, is dat je jezelf moet definiëren door je af te zetten tegen een ander. Ik geloof daar niet in. Ik geloof enorm dat onze identiteit als Vlamingen, als Belg, bepaald wordt door positieve zaken. Hè. Het surrealisme van toen iedereen aan het twitteren sloeg na de aanslag en uit zichzelf allerlei foto's van katten begon op Twitter te zetten. Het Bourgondische. Hè. Dat zijn elementen die positief vormgeven aan onze identiteit. Dat zie ik ook dagelijks in onze samenleving. En daar kan je veel beter mee aan de slag. Dat verbindt ook veel meer. Misschien even nog over dat klimaat. Op 20 januari wordt Donald Trump president. Ja. Hoe moet dat daarmee verder? Hoe moet het daarmee verder met een voltallige wereld die eigenlijk het tegenovergestelde doet van wat Trump tot nu toe propageerde? Om hem te dwingen de richting in te gaan van meer klimaatambitie. Hè. Ik heb ook gezien hoe zijn kabinet nu is samengesteld. Dat is totaal waanzinnig. Maar ik heb ook gezien hoe Californië, de zesde wereldeconomie qua omvang, heeft gezegd wij gaan gewoon voort op ons ingeslagen pad van klimaatambitie. Wij willen die opwarming tot maximum anderhalve graad houden. Wij gaan daar super
ambitieus zijn. Ik heb gezien dat heel veel mensen na Trump wakker zijn geworden van dit Amerika, ik geloof hier niet in. Ik verwacht van hen dat zij van dag één, vanop het moment dat Trump echt president is, al het mogelijke gaan doen om hem bij te sturen van de Democraten. Of zij al dan niet impeachmentprocedures gaan doen, dat zullen we wel zien. Maar ik verwacht wel dat al diegenen die gedesillusioneerd waren door zijn verkiezing, nu de tegenkracht gaan vormen. En vooral, ik wil van ons land... En ik wil van Europa, en ik heb dat de dag van de verkiezingen zelf gezegd, dat zij terug het voortouw nemen op vlak van klimaat. Want men heeft het wel een stukje laten hangen. En we zitten op Europees vlak als land nu zwaar van achter. Het is ook dankzij Johan Danen en onze groenen in het Vlaams parlement dat Vlaanderen tenminste het verdrag heeft geratificeerd van Parijs. Hè. Nota bene in Marrakesh, opnieuw. Hè. Dus elke keer missen we deadlines. Elke keer is er een gebrek aan ambitie. Willen wij zorgen dat onze economie nog maar kan overleven, dan moeten wij bij de voorlopers zijn. Dus dat is de les van Trump voor Europa. Dat is de les van Trump voor ons. Dat het nu aan ons is om terug dat voortouw over te nemen en te zorgen dat wij klaar zijn. En ik ben ervan overtuigd dat op het moment dat Trump de economische gevolgen daarvan gaat voelen, dat hij heel snel zijn beleid zal bijdraaien. Want een van de dingen die bijvoorbeeld al gesuggereerd is geweest, Thomas Leijzen heeft het een paar jaar geleden bij ons gedaan, de CO2-tax. Stel u voor dat al die andere landen gaan zeggen, en ik zal er ook alles aan doen om dat mogelijk te maken, dat er een wereldwijde CO2-tax komt. Of dat China bijvoorbeeld zegt, oké, Trump zegt dat wij klimaatverandering als een soort hoax hebben uitgevonden. Oké, dat is heel leuk. Hè? Wij zullen een CO2-tax op alles wat de Verenigde Staten produceert en uitvoert gaan heffen. Dan krijg je een heel ander verhaal. Dus wat dit betreft, moeten wij... meer optimistisch over de Chinezen, dat die misschien een betere invloed zouden kunnen hebben op klimaat dan Trump? Wel, op dit moment wel, ja. Omdat zij degene zijn geweest, net als trouwens 350 multinationals, die tegen Donald Trump hebben gezegd, hallo, klimaatverandering is geen hoax, neem dit ernstig. Hè? Mm-hmm. En China heeft dat gezegd, wij gaan gewoon verder op het ingeslagen pad. Zij worden ook in hun steden gigantisch geconfronteerd met smog en de gezondheidseffecten van die gigantische vervuiling. Omdat heel veel van wat hier gebruikt wordt als consumptiegoederen, speelgoed tot daar gemaakt worden. Hè. Dus zij hebben het rechtstreeks effect van al die fabrieken die zaken produceren. Wat trouwens ook een pleidooi is voor eigen maakindustrie, een groene maakindustrie bij ons, dat ook terug jobs zou kunnen creëren. En het levert enorm veel kansen. Hè. Ons eigen planbureau die elk jaar projecteert hoeveel jobs het bij ons zou kunnen opleveren, tienduizenden, dan is de boodschap langer wachten is eigenlijk waanzin. Bij wie ga je in 2017 inspiratie halen? Ik haal inspiratie uit heel veel mensen. Bijvoorbeeld mijn buurvrouw, die als er vorig jaar in de winter, toen het gesneeuwd heeft, de stoep van de bejaarde buurvrouw daarnaast proper maakte. Maar ook mijn kapster. En dat is in Antwerpen dan? Dat is in Antwerpen, gewoon in Antwerpen. Daar moet je je stoep ijsvrij houden, zodat de voetgangers niet uitglijden. Ja. Maar die weet dat de bejaarde buurvrouw daar eigenlijk niet meer toe in staat is en die automatisch dan meedoet. Mijn kapster, die toen Calais er nog was en het kamp daar, die na haar uren en in de weekends naar daar trok met hulpmiddelen om gewoon te gaan helpen, omdat ze het niet kon aanzien. Dat zijn de mensen die ons vluchtelingenbeleid bijvoorbeeld mee recht houden. Hè. Mm-hmm. En het zijn dat soort mensen die mij inspiratie bieden om elke dag te vechten. Die leerkrachten die uit eigen zak brood betalen, omdat ze zien dat kinderen zonder boterhammen naar school komen, of schoolgrief betalen. Dat zijn de stille helden van onze samenleving. Daar haal ik inspiratie uit. Daar vecht ik ook voor. Hè. Die kleine KMO die zegt, ja, ik ben misschien een tweemanszaak, maar ik wil toch groener gaan werken. Die met mij contact zoekt om te zien, hoe kan ik dat doen? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik minder verpakking krijg en dat ik minder verpakking moet doorgeven? Dat zijn stille helden. En dat zijn verhalen die ik meer en meer hoor. Ik heb heel veel buiten geweest dit jaar. Ik zie ook een enorme shift bij heel veel bedrijfsleiders. En dat zijn heel veel hoopvolle signalen. En dat zijn mensen met wie je, op wie de samenleving verder draait. Maar het ergste is dat eigenlijk terwijl de overheid en onze regering bij wijze van spreken daar een injectie aan zou moeten geven, dat die het doen ondanks de regering, dat die het doen ondanks onze meerderheidspartijen. Zij doen dat terwijl het beleid hen eigenlijk faalt, hen eigenlijk laat zitten. En het zijn die mensen wiens partner ik wil zijn, omdat zij echt verdienen dat er veel meer structurele aandacht is voor de strijd die zij elke dag leveren om die samenleving een stukje beter te maken. Mm-hmm. En dat is toch wel een boodschap die ik voor 2017
ook echt wel wil meegeven. Die mensen die inspireren heel velen, worden zelden gehoord, om te zorgen dat zij meer en meer gehoord worden. Ja. En ook door het beleid worden gehonoreerd voor die daden. Ja. Vertel eens iets over je partij. Want je zit eigenlijk in de peilingen op een heel hoge score voor Groen dan, 12% nu. Waar moet dat naartoe? The sky is the limit. Wat dacht je nu? Nee, tuurlijk. Allee, ik bedoel, waar moet dat naartoe? Als politieke partij wilt je wegen op beleid, op besluitvorming. En ik heb al gezegd, dit jaar met een aantal voorstellen zijn we zelfs al bij kabinetten geweest. Een aantal van onze voorstellen worden ook gewoon overgenomen. Wij hebben, en dat zei ik niet om te stoeven, maar het is overduidelijk dat de oppositie in de parlementen echt groen is. Niet de socialist. Die weegt... ik spreek over mijn eigen partij. Ik laat de anderen over zichzelf spreken. Maar vriend en vijand erkent dat Christophe Calvo het gezicht is van de oppositie in het federaal parlement. Bjorn Joska wordt door vriend en vijand geroemd omwille van zijn dossierkennis en deskundigheid. Ik stel gewoon vast dat we niet alleen maar aan oppositie doen. The duty of the opposition is to oppose. Nee, dat wij daar voorbij gaan en dat we die voorstellen neerleggen. En dat we dat ook lokaal waarmaken. Dat we dat in de steden en gemeenten waar we in meerderheden zitten, dat we dat ook daar zeer ambitieus invullen en daar ook concrete resultaten halen. En dat wordt gevoeld en dat wordt geapprecieerd over partijgrenzen heen. En het is die constructieve verbindende houding zonder onze kritische zin te laten varen en ook wel in te grijpen op momenten dat we vinden dat anderen te ver gaan in het polariseren, dan is het onze verdomde plicht om daar ook op te wijzen. Het is die combinatie die maakt dat heel veel mensen zeggen, op langere termijn geloven wij echt dat het groene verhaal en de groene oplossingen onze samenleving dat perspectief gaan geven. En goed, ik merk dat in de peilingen wind in de zeilen geeft. We hebben nog 2 jaar tot aan de verkiezingen. Ik ben ook nuchter genoeg om te weten dat ik elke dag zal moeten blijven vechten om in die verkiezingen ook dat resultaat neer te zetten. Dat is ook wat ik ga doen. Maar het belangrijkste is de boodschap. Wij staan voor een fundamenteel andere boodschap waarin dat we geen zondebokken nodig hebben, maar waarin dat we constructief antwoorden zoeken voor de uitdagingen waar we voor staan. Ja. Dat is de immense ongelijkheid bij ons in de rest van de wereld. Dat is de klimaatopwarming. Hè. En dat is een positieve identiteit. Die dingen, daarmee wil ik aan de slag gaan. Wat je wel ook ziet in die peilingen is wat je daar ook al over had, die polariserende samenleving. Je hebt zowel op extreem links als op extreem rechts plots terug groei en substantiële groei. Hoe zie je dat? Wel, zoals ik zei, in tijden van onzekerheid, in tijden waarin mensen angstig zijn, en in tijden waarin traditionele machtspartijen, de drie centrumpartijen, eigenlijk lange tijd niet geluisterd hebben naar frustraties, terechte bekommernissen van mensen, dan is het makkelijk om die frustraties, om die angst op te kloppen en te zeggen van kom maar bij ons, hè. We zullen zorgen dat je zo veilig mogelijk bent en eigenlijk onrealistische perspectieven te geven. De vraag is hoe duurzaam is dat en kan je daarmee een samenleving op lange termijn opbouwen? En dat tweede, ik geloof daar niet in dat je dat door angst en haat op te kloppen, door frustraties op te kloppen, dat je daarmee richting een betere samenleving gaat op lange termijn. En dus ik geloof nog, ik geloof dat we die frustraties, die bekommernissen van mensen echt ernstig moeten nemen. Hè? Maar dat we ze ook moeten meenemen in een verhaal naar beter, naar echt constructieve oplossingen. Niet eentje waarbij je moet afzetten tegenover bepaalde groepen, waarbij de ondernemer het probleem is of de moslim het probleem is. Daar moeten we uit. Dat is wat wij aan denken. Is PvdA voor jou even extremistisch als Vlaams Belang? Het verschil tussen PvdA en Vlaams Belang is overduidelijk. In hun programma is Vlaams Belang ondemocratisch, hè, schendt democratische basisbeginselen, dat doet de PvdA niet. En voor mij is dat wel een fundamenteel verschil. Hè. Iedereen mag geloven. Jullie zitten ook in coalities, hè? Wat ja, in Borgerhout. In Borgerhout. En laat me heel duidelijk zijn, ik heb geen probleem met iemand die zichzelf communist noemt, marxist, leninist noemt, zolang dat hij aan basisdemocratische principes en dus niet ondemocratische voorstellen doet waarbij je bevolkingsgroepen uitsluit uit uw democratie. Dat is de grens. Punt. Ja. En die grens heeft Vlaams Belang, toen ze nog Vlaams Blok heten, al meermaals overschreden. Dat doen ze nu nog altijd. Vertel eens iets over heel het migratievraagstuk. Mm. Want we hebben ook een jaar meegemaakt dat gigantisch was op dat vlak. Syrië is niet opgelost. Nee. Hoe moet dat eindigen?
Ik denk dat, dat er twee lessen zitten in het verhaal van Syrië. Een les voor ons en een les voor de internationale gemeenschap. Laat me beginnen met dat laatste. Als het gaat over de internationale gemeenschap, denk ik dat we moeten kijken hoe we met die VN verder gaan. Op het moment dat, dat bepaalde grootmachten elke keer een vetorecht gebruiken, waardoor dat keer op keer die rode lijn overschreden werd. Herinner u jaren geleden, Obama die zei, het gebruik van chemische wapens, de rode lijn. Vandaag hebben we vatenbommen, hebben we chemische aanvallen op mensen. We weten ik zie dat jullie daar heel actief in zijn, hè, en dat duidelijk volgen, maar ik vraag mij dan wel af, ja, wat is het alternatief? Eindig je dan bij de Amerikanen of Trump die effectief gaan een interventie doen? Of, dat, of moeten wij als Europeanen gaan militairen sturen? Dat is de million dollar question. Ik denk dat iedereen die een greintje menselijkheid in zich heeft bij die beelden van Aleppo... de onmacht, de frustratie gewoon stil wordt. Hè. Als je letterlijk beelden ziet van mensen die misschien hun laatste woorden uitspreken. Hè, en zeggen van ja, ze zijn op 300 meter van hier. Ik weet niet wat er hierna gaat gebeuren. En je staat aan de andere kant. En je kan niet anders dan dat laten binnenkomen. Want iets terugdoen. Maar... Dat is, en van die onmacht, van die frustratie moeten we af. En ik denk dat dat debat echt één is voor het internationale toneel. En ik zeg de million dollar question, omdat wij wel hebben gezien dat Syrië eigenlijk een wereldoorlog in het klein was. Hè, dat daar heel politieke belangen zijn uitgevochten op kap van een bevolking die als ratten in de val zaten. Dan zijn er twee antwoorden mogelijk. Eén, op zoek gaan naar hoe kunnen we daar internationaal wel een antwoord op geven, zodanig dat een vetorecht van een land niet betekent dat een bevolking geen uitweg meer heeft. En daar, en dat meen ik echt, hè, vorige week hebben we gezien dat Turkije, en wij hebben veel kritiek op Turkije, we hebben veel kritiek op het regime van Erdogan, maar zij zijn er wel in geslaagd om die menselijke corridor te realiseren. Waar was Europa? Waarom in godsnaam heeft Europa die rol niet opgenomen? Dat is dat zelfvertrouwen. Die ambitie moeten wij als internationale gemeenschap toch blijven hebben. Om in de donkerste uren van zo'n belegering of van zo'n bevolking, die bevolking een uitweg te bieden. Hè? Mm. Als we dan op andere vlakken niet de puzzel kunnen leggen, dat toch tenminste dat soort oplossingen naar voren kunnen komen. En ja... Ik stel mijn leden ogen vast dat we die rol gewoon hebben doorgeschoven naar de omringende grootmachten. Twee, als het dan gaat over België, dan is het misbruiken van dit debat om opnieuw angst op te kloppen. En het voorbeeld van de visumrel is wat dat betreft exemplarisch. Daar is populisme wat mij betreft overgegaan in platte demagogie. He, waarbij je onwaarheden verkondigt om toch maar een bepaald beeld neer te zetten, waarmee je eigenlijk in realiteit eigenlijk een minder verhaal vertelt. Wat wil ik daarmee zeggen? Vorig jaar, dat is Theo Franken, dat is het verhaal van Theo Franken. Vorig jaar hebben we 244 christelijke gezinnen uit Aleppo naar België gehaald met een humanitair visum. Toen heeft niemand de boodschap gegeven dat daarmee de grenzen open gingen gaan en dat dit een beslissing was die ons land ten onder zou leiden. Eén gezin dat een humanitair visum aanvraagt uit Aleppo met iemand die borg staat hier. En ineens wordt dat die score door de bevoegde staatssecretaris bovengehaald. Ik gebruik heel duidelijk die twee voorbeelden, omdat het over hetzelfde gaat. Hè. En het ene geval van de 244 maar gezinnen daar, is het geen... Maar als ik me niet vergis, ging het wel over iets wat de minister of de instantie heeft goedgekeurd. En in het geval van dat gezin gaat het eigenlijk over geschil voor de rechtbank. Hè? Want ze zeggen, ja, wij willen het niet. Ja, en het geschil voor de rechtbank is erop gebaseerd dat er geen motivatie kwam van het niet geven van het humanitair visum vanuit de dienst vreemdelingenzaken. Daar, maar het interessante is wat je eigenlijk zegt. Dan komt het over de nalatigheid vanuit de diensten van de minister zelf. Hè, waarbij men gewoon niet motiveert waarom dat gezin geen recht zou hebben op het humanitair visum. Ik ben er niet bij. Ik kan over de motieven niet spreken. Ik heb het over taalgebruik rond en hoe dat onze samenleving vergiftigt. En als we in 2017 iets moeten doen, is zorgen dat dat gif niet verder incijpelt in onze samenleving. Ik vond de reactie van Merkel op de aanslag in Berlijn, hè, ik weet niet wanneer dit wordt uitgezonden, maar dus een aantal dagen geleden, wel veelzeggend. Ze zegt... Laat ons hopen dat dit geen vluchteling is, want het is een slag in het gezicht van al die mensen die zich engageren voor vluchtelingen. En zo erg voor al die vluchtelingen die logisch
bij ons hun toevlucht zoeken voor al het vreselijke geweld. Mm-hmm. Zij toont zeer duidelijk aan hoe dat gif van die ene persoon die zo'n verschrikkelijke aanslag pleegt, zich door zal sijpelen in de samenleving. En ze waarschuwt daarvoor. Je kan twee dingen doen. Je kan ofwel effectief bouwen aan een samenleving waarin je dat gif probeert niet te ver door te laten dringen, of je kan het omgekeerd doen en de voedingsbodem creëren om dat gif zo ver mogelijk door te laten sijpelen. Ja. Ik kies voor datgene waarmee je samenleving kunt verbinden. Hoe verschrikkelijk ook. 100% veiligheid bestaat niet. De mensen in Aleppo zoeken terecht een schuilplaats van dat geweld. Gaat je dit soort aanslagen kunnen voorkomen? Ik denk dat iedereen nu, na het verschrikkelijke jaar dat we hebben gehad, gaat kunnen zeggen, nee, had je dat kunnen voorkomen zonder dat hier vluchtelingen aanwezig waren? Zelfs daar ben ik niet zeker van. Als dat context is waarin we praten over elkaar en over die verschrikkelijke gebeurtenissen die ons allemaal hebben getraumatiseerd, die we ook in Brussel en Zaventem hebben meegemaakt, over heel de wereld hebben meegemaakt, ja, dan is de boodschap toch, laat ons dan werken aan meer menselijkheid en die voedingsbodem proberen wegnemen. En ja, op korte termijn, en dat is ook de ketenbenadering die wij naar voren hebben gebracht, die repressie en veiligheidsmaatregelen zijn absoluut nodig, maar je gaat het niet kunnen voorkomen tenzij dat je de voedingsbodem wegneemt. En dat is dus ook een stukje internationale rol spelen. Oké, even iets totaal anders. Voor u persoonlijk, 2017. Want als ik juist gelezen heb, was 16 het jaar waarin je 40 geworden bent. Ja, ja. Stram 4 nu, als je dat mogen zeggen. Wat verwacht je voor 17? Het voorzitter zijn is toch een heftige job, hè? Voorzitter, het gaat ongelooflijk snel eigenlijk. En ja. Ik moet wel zeggen dat... ik neem met plezier afscheid van het politieke internationale jaar 2016, omdat het toch een heel heftig jaar was, waar ik toch veel dingen heb zien gebeuren die ik niet graag zie. Dat is een understatement, voor even duidelijk te zijn. Maar 2017 wordt een kanteljaar. Het is ook het laatste jaar voor de verkiezingen. Voordat we met z'n allen in die rush van de campagne zitten. Met alles wat erbij komt kijken. En ik heb de voorbije jaren gebruikt om echt te bouwen aan onze partij. Aan het motiveren van onze mensen lokaal. Aan het breder maken van onze partij. En dat is wat ik in 2017 ook verder ga doen. En mijn energie steken in die doeners in partij en daarbuiten. Omdat ik ook echt geloof dat zij het verschil zullen maken bij die verkiezingen, maar niet alleen bij de verkiezingen, ook dagelijks in onze samenleving. En ik ben 40 geworden. Ik moet eerlijk zeggen, dat heeft mij eigenlijk... Normaal wordt verwacht dat ik iets anders zeg, maar dat heeft eigenlijk weinig gedaan. Ik ben heel blij om gezond te zijn. Ik ben heel blij om er nog wat jaren bij te kunnen doen. Maar het gaat razendsnel. En wat ik wil, is in 2017 zorgen dat we die omslag kunnen maken. Dat met elke vezel van mijn lijf, omdat die stille helden waar ik daarnet naar verwees, die snakken daar ook naar. En ik wil hen dat ook geven. Ik wil hen inspireren. Ik wil hen de moed geven om verder te gaan. Ik zeg het dan ook vaak, met een boutade, the darker the night, the brighter the stars. Ik geloof daar echt in. En ik wil samen met hen zorgen dat we in 2017 die andere richting uitgaan. Het zijn cruciale jaren. Het zijn cruciale jaren waarin dat ik ervoor zal vechten, met elke vezel in mijn lijf, dat hoop en verbondenheid het haalt van angst en polarisatie. En jullie zijn wel achter de schermen al heel stevig bezig met die gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Dat is ook absoluut nodig. Hè. Het komt heel dicht op elkaar. Ja. En wij hebben ook ambitie. Hoeveel coalities heb je al gesloten? Eerst en vooral, opnieuw, zoals mijn traditionele antwoord, onder de spots van de camera's zal ik nooit zoiets zeggen. Twee. Maar Antwerpen wordt wel een interessante. Hè? Ja, maar wat ik ook in Antwerpen heb gezegd, wat Wouter ook zegt in Antwerpen, en wat we ook elders zeggen, is wij vinden het vooral belangrijk om het voortouw te nemen. Hè, om ons progressief verhaal neer te zetten. Om tegen al die narcistische leiders van vandaag te zeggen, het draait niet om u, maar het draait om die gewone mensen. Ja. En dat is misschien voor 2017 de boodschap. Het draait tegenwoordig vandaag meer om het mannetje en op wiens mannetje je kan kloppen, dan wel om het verhaal erachter. En wij brengen het verhaal. Wij brengen onze boodschap. Dat doen wij in Antwerpen, dat doen wij in andere steden, dat doen wij in Gent, dat doen wij in Mechelen, dat doen wij... Is het bijvoorbeeld denkbaar, want in Mechelen bijvoorbeeld zitten jullie met een VA in coalitie. Mm-hmm. Is dat iets waar je veto's over uitspreekt? Of je zegt met die liever wel of die liever niet? Of nee, wat heel duidelijk is, is dat wij gaan voor een progressief beleid. Hè, met heel duidelijke lijnen. Hè, dat wij willen. Dus samen met Bart De Wever in Antwerpen in coalitie. We hebben al heel duidelijk gezegd dat we een ander beleid willen in Antwerpen. Daar zijn we zeer duidelijk maar over. Maar op andere plekken is het niet uitgesloten. Maar voor de rest is het
eerst en vooral, en dat is altijd ons adagium geweest als Groene Partij, dat is altijd onze richtlijn geweest. Wij gaan voor die inhoud. En die inhoud moet menselijker, eerlijker, gezonder zijn. Je kan daar niet op afdingen als Groene Partij. Wij moeten vooruit op vlak van klimaatambitie. Wij moeten vooruit op vlak van eerlijkheid, of het nu fiscaal is, of het nu tussen bedrijven is, of het nu tussen mensen is. Wij moeten vooruit op vlak van die menselijkheid, over de manier waarop we met elkaar omgaan, tot en met de wachtlijsten in de zorg, waar je daarnet met buiten zat te protesteren. Dat zijn zaken waarin dat we vooruitgang moeten boeken, waar je stenen kunt verleggen lokaal, waarbij ministers, burgemeesters, convenanten worden afgesloten en ja, waar we zeer ambitieus zijn, lokaal en nationaal zullen we dat ook zijn. Maar het begint en eindigt altijd met dat verhaal. En dat is misschien wel een tekenend verschil. Ik heb daarnet gezegd, narcistische leiders, maar het is wel het tijdperk van de narcistische leiders en ik wil daar vanaf. Ja, ik wil daar echt vanaf. Ik meen dat echt, ja. Waarbij het meer gaat over het eigen grote gelijk halen en de werkelijkheid zo vervormen en anderen zo aanvallen dat elke keer jij in beeld staat, dan wel om het breder verhaal waarbij uw bevolking en het algemeen belang voorop staat. En dat algemeen belang, dat is tegenwoordig ver te zoeken. En ik meen dat echt oprecht. Als je kijkt naar die federale regering, als je kijkt naar een aantal partijvoorzitters, absoluut. Als je kijkt naar Trump, als je kijkt naar Farage, met de Brexit. Ja, ik wil daar voor de rest heel duidelijk in zijn. Dat is niet de stijl van de Groenen, nooit geweest. En we zullen dat ook nooit doen. En we zullen ons daar zelfs tegen verzetten. Oké. Okay. Nog één vraagje. Is er iets dat je vergeten bent te doen in 2016 dat je volgend jaar nog wil doen? Iets dat ik meer wil doen, misschien. Vergeten bent, ja, dat is het eigen aan vergetelheid, dat het oproepen ook niet zo evident is. Nee, maar het is zo'n intens jaar geweest ook, en ik ben nu 2 jaar partijvoorzitter, dat wat ik merk dat een enorme impact heeft, random acts of kindness noemen ze dat in de Verenigde Staten, dat ik dat dit jaar echt wel nog meer aandacht aan wil besteden. Gewoon tegen mensen zeggen dat ze met iets kleins, iets goed hebben gedaan, of als je ze tegenkomt, een glimlach of een vriendelijke handdruk. Ik word heel vaak aangesproken. Vaak is dat in de drukte van ergens naartoe te gaan. Daarnet ook, toen ik naar hier kwam. Ja, misschien moet ik ook gewoon iets wat vaker... Wel bijvoorbeeld, vanmorgen, heel specifiek vanmorgen, over hoe moe ze het zijn, de manier waarop op elkaar wordt gekapt. Dus ik heb ook ooit eens een tweet gedaan, kappen van bomen en kappen op elkaar. Maar daarover gaat het eigenlijk wel. Hè. En dus vanmorgen werd ik daarop aangesproken. Mijn trein kwam eraan. Hè. Gelukkig moest die persoon mee op de trein. Maar vaak in de vluchten brengen mensen toch wel heel fundamentele boodschappen. En ik moet daar gewoon wat meer tijd voor maken. En dus mijn agenda wat meer vrijer houden voor dat soort momenten. Om die toe te laten. Heel vaak zit de agenda vol met vergaderingen, interviews, parlement, commissies. Maar die gesprekken die geven energie in beide richtingen. En daar wil ik toch de komende jaar meer en meer tijd voor maken. Ik heb heel veel buiten geweest, heel veel bedrijven op zoek geweest, bij heel veel middenveldorganisaties op zoek geweest. Maar ik denk dat gewoon die toevallige ontmoetingen, dat ons allemaal deugd zou doen, mochten we daar wat meer ruimte voor laten. Oké, dat is een mooie boodschap. Dankjewel. Graag gedaan.